Dan! Dan! Dan, alles gelukt? Alles gelukt. Het begon op het einde een beetje te waaien. Daardoor, als het wind stil is, makkelijk alles omhoog en op het einde begon te waaien. Maar alles gelukkig de lucht in. Dus als één dag van de drie doorgaat, dan ben ik al blij. Als het nul dagen doorgaat, is het heel vervelend als je kijkt wat er allemaal achter zit. Maar ja, een goede start is altijd halve week dus. Ja, klopt. Als het één dag doorgaat, is dus de hoofdzorg is al voorbij eigenlijk. Dan is de manifestatie geslaagd voor jou al? Ja, dan is het eigenlijk al geslaagd. Als het drie dagen mooi doorgaat is het nog mooier, maar één dag is al geslaagd. Ja. Oh, twee dagen zou ook leuk zijn, maar mooi, gaan wij mee. Ja, oké. Nee, maar goed, als je in het algemeen kijkt, ben ik nu al blij, zeg maar. Ja, ik snap het. Als al die ballonnen komen echt uit heel het land, uit België, uit Engeland. Als dat allemaal voor niks is, is het heel zonde. Nu hebben ze tenminste allemaal één vaart gemaakt.
En we hadden redelijk wat publiek vanavond, dus goed gelukt denk ik. Dus voor jullie is eigenlijk een uur of anderhalf voor de start is eigenlijk nog het belangrijkste? Ja, dat klopt. Het gaat om het staartje van de dag. Hoe hard het ook overdag regent of onweert, daar moet niemand zich iets van aantrekken. Je moet gewoon, het gaat om het einde van de dag. Dan besluiten we pas wat we doen. Niet overdag. Dus een lekker voldaan gevoel? Ja, prima. Ga nou een biertje drinken. Oké, dankjewel. Oké, graag gedaan. Bye. Okay, I'm going to do it.
weekend. Oh. Dat stuk dat gaat nat straks. Ja, dat is waar. Knecht, oh, die boom van de boom niet. Pauline zelfs. Garage, flats. Ja. Ja? Hallo. Ja, vertel het me. Hallo. Brown. Ja? Dan zou ik nu maar even zwaaien. Ja, dat is helemaal niet waar. Bij veel mensen bij elkaar ook, okay, ja? Ja, bij het park. Goed zien dat de aarde rond is. Jawel. Ja. Thank you.
zitten we, kapitein? 300 meter. 300 meter. En we gaan voort met een snelheid van ongeveer 35 km per uur. Zo. Zo, hè? Ja? Dat is nu denk ik wel. Dat ben ik wel op. Ja, dat ligt nog wel. Moet je verder nu omhoog? Dat is bijna geen antenne hier, hè? De sum met een snelheid van 20 knopen op 1000 voet. Dat is de fout. Dat wordt jaagd hier ook al. Ja, die gaan we. En hier is deze. Hop, dat gaan we laten. Geen boot. Verkeerde provider misschien. Gaat het niet wel aan. Boven binnen zitten, maar we zitten nog altijd, we gaan nu uit de controlezone van Gilse rijden, ja. Militair, en we gaan richting Eindhoven, of het, de CTR van Eindhoven. Jonge Jenever of zo? Maar we mogen daar binnenvaren, maar wel onder de 1000 voet, dus we zitten nu ook toch een beetje ietsje te hoog. Maar we zitten nog niet in Eindhoven. Maar Eindhoven, welke kant gaan we naar nou doen? Onze weg die ligt op het daar. Die ligt op die kant. Ja. Annemieke. Hey, we komen langs jouw adres. Ja. Waar is het nou? Ja. Annemieke, je stoot je auto. Kan ik helpen? Van richting de bos. Hoe voelt de wind? Voor, hè? Ja. Ik denk dat het bij ons sneller gaat dan de wind is. Dus je zit nu nog altijd op 9-8 uur groot. De wind zal hier waarschijnlijk wel 5 uur. Hoe lager we gaan, hoe meer dan we daar gaan weg. Dat is de wind. Dat is de wind. Bijna de wind. Dat is toch de Jumbo die we daar zien, Jan? Hoi, ik kom. Ik denk dat wij gewoon richting de bos gaan. Ja. Hoogte zitten we nu, meneer? We zitten iets van 150 meter. 150 meter? En de snelheid waarmee we varen? De snelheid is nu 14 knopen, iets van een 26, 27 kilometer per uur ongeveer. Is het snel of is het niet snel voor zo'n ballon? Dat is op deze hoogte niet abnormaal. Maar aan de grond zou dat heel snel zijn. Aan de grond heel snel zijn? Ja. Hoe bedoelt u? Zeker met zo'n bakje. Naar beneden toe? Tegen 30 kilometer per uur door een veld sleuren? Nee. Nee. Dat is sportief. Nou, zeeziek zou heel gek zijn als ik er nou zo voor. Nee, het gaat goed. We zitten op een mooie hoogte en het is een heel mooi uitzicht. Voor jou niet de eerste keer dat je vaart? Nee, ik heb het al 2 keer eerder mogen doen. Maar het is wel leuk, want het is, 1 keer heb ik in Apeldoorn gevaren, is het geloof ik. Hè? En in Tilburg heb ik nog niet gehad eigenlijk. Ja, het is wel leuk om een beetje over Tilburg te gaan en nu richting Den Bosch. Je bent net over Tilburg gegaan. Sprak het je aan zoals het eruit ziet? Lekker groen? Nou, dat was meer eromheen, hè? Groen. Je ziet heel veel groen eromheen en het valt je dan op dat er eigenlijk nog zoveel groen is waar we altijd praten over de stad is vol en noem maar op. Het is gigantisch mooi als je kijkt zo van boven. Het is nu een leuk uitje, in het weekend staat het Levenslied voor de deur. Klopt, ja, we hopen dat we net zoveel geluk hebben als het Ballonfestival met weer.
Het is natuurlijk nu voor hun een perfect weer. Ze kunnen al 2 dagen vliegen van de 3, dus wat dat betreft is dat in ieder geval heel mooi. En we hopen dat het met Levensiet ook zo is.